U kent het wel, het geknal van vuurwerk tijdens, maar ook na aanloop van oud en nieuw. Veel gemeenten kennen vuurwerkvrije zones, de gemeente Altena niet. Wat vinden de inwoners hiervan? Voor mij hoeft vuurwerk niet zo heel erg. En vooral bij Wijkenstein of zo zou het toch wel heel prettig zijn als die mensen er niet zoveel van schrikken of zo. Ik ben zelf enigszins wel fan van vuurwerk, dus ik vind het wel leuk om af en toe wel eens wat af te steken. Maar ik snap heel goed dat bijvoorbeeld gemeentes als Gorinchem of andere gemeentes wat met wat grotere steden ervoor kiezen om dat te verbieden. Vuurwerkvrije zones, nou, nu heb ik mijn twijfels over. Dat werkt niet. Dat zou eigenlijk zeker een groot gedeelte vuurwerkvrij moeten zijn. En vooral nu in het voorseizoen van vuurwerk afsteken. Bij mij komt de jeugd voorbij fietsen. En dan 's morgens om 7:00 dan beginnen de eerste knallen al los te komen. Laat de jeugd maar rommelen, vind ik. Laat ze maar het vuurwerk afsteken. Ja, ik vind dat ze het ook moeten stoppen. We hebben een hond en die is zo bang. En dat begint al november. En dat is gewoon echt niet fijn. Er zijn veel verschillende mensen en sommige mensen hebben er last van. Het begint al vroeg in het jaar, in november begint het al, het knallen. En je zou maar last van je longen hebben, daar heb je er veel last van. Geen vuurwerk, daar komt het op neer. Helemaal niet. Dus je zegt, niet eens discussiëren over zones, afschaffen dat vuurwerk. Vuurwerk, het is gevaarlijk. Het is zeker de mensen die erdoor beschadigd worden, hebben hun leven lang of een vinger kwijt of een oog kwijt. En wat er allemaal gebeurt, dat is zeer ongezond. Ja, en dat kost de gemeenschap nog een hoop geld ook. Uit onderzoek van INO Research blijkt dat 57% van de Nederlanders lokale vuurwerkverboden ondersteunt. Naast de harde knallen zorgt het vuurwerk ook voor veel schade en andere onrust. Kapotte prullenbakken, bushaltehokjes. Als je hier al ziet prullenbakken die opgeblazen zijn, net als in Veen de auto's, ja, ik vind dat best zonde. Dat illegale vuurwerk zoals de cobra's en zo, ja, dat klapt inderdaad wel door. Er kan echt wel schade door ontstaan. En voornamelijk zie je heel vaak video's op Snapchat bijvoorbeeld dat mensen auto's vuurwerk op auto's gaan zetten en zo. Ja, dan wordt het wel misbruikt. En dan snap ik wel dat ze een vuurwerkverbod willen ingelden. Ja. Bijvoorbeeld Veen, ja, daar krijgen ze nooit onder controle met al die brandende auto's. Oplossingen zijn er volgens de mensen op straat genoeg. Ik denk zones of afspraken van dat de vuurwerk ergens afgestoken wordt op een bepaald terrein waar het wel mag. Dat iedereen zijn zin heeft, denk ik. Plek aanwijzen waar we wel kunnen afsteken. Ze moeten wel aan de regels houden. Hè? Wat mij betreft mag het helemaal weg, als ik eerlijk ben. Het afsteken van vuurwerk is toegestaan op 31 december vanaf 6:00 s'avonds tot 1 januari 2:00 s'nachts. Heeft u klachten over het afsteken van vuurwerk buiten de toegestaande tijden? Of denkt u dat er ergens illegaal vuurwerk wordt verkocht of opgeslagen? Kunt u bellen met de politie 0900 88 44.